Leendert, luistert. Was daar dan twijfel over? Ik zal er heel blij mee zijn. Sst. Vandaag in de vlog Arjan Baks, kersverse lijsttrekker van het CDA in... Zoeterwoude. Ja. Lijsttrekker, CDA Zoeterwoude. Heb je al meegekregen wie dat is? Ja. Arjan. Ja. Ja. Wat vind je van hem? Arjan is een prima kerel. Heb je nog tips voor hem als lijsttrekker? Of... Nou, hij zou iets meer over de grens van Zoeterwoude heen kunnen kijken. Ik ben nu gewoon in Leiden, hè? Weet je, met mensen denken dat ik hier altijd helemaal een grote boog omheen loop. Ik weet ook niet wat komt. Kijk, wij staan voor een zelfstandig Zoeterwoude. Zoeterwoude blijven, dat is iets voor de toekomst wat misschien gaat veranderen. Onderzoek wijzen uit dat je kleiner en efficiënter bent en dus goedkoper. Ja, dat vindt de burgemeester zo. Ja. Niet fusie willen is een middel om voor onze burgers het beste en de bedrijven het beste te houden. Vind jij het leuk als jouw geloofsbroeder Jan-Jaap de Haan zegt dat jullie goed bestuurde gemeente zijn? Zoeterwoude. Echt top. Kijk. Die zijn klein, die denken goed na. Wat kunnen we zelf? Wat moeten we samen doen met anderen? Met wie werken we samen? Ik denk dat Jan-Jaap dat heel goed ziet, dat wij heel goed bestuurd worden. En dat komt ook wel omdat wij zo nog steeds zelfstandig zijn. Een kleine gemeente zijn. Ja. En kijk, als je niet te veel ambitie hebt en de ambitie die je hebt samen uitvoert, dan kun je het aan, ook als je een klein dorp bent. Top, Zoeterwoude. Ja, wat hebben jullie een belangrijk besluit genomen voor de regio, zeg? Hartstikke goed. Fantastisch dat het college in Leiden 250 meter financiert en we horen goede berichten uit de regio. Alle partijen hebben ingestemd met de motie en de motie houdt eigenlijk in dat we maximaal 55.000 euro bijdragen voor de ontwikkeling van de 333 meter ijsbaan in Leiden. Ja, het is... Ik was gisteren in het stadhuis, pak ik toch in één keer groot nieuws op. Ja? Ja, ik hoorde in de wandelgangen dat jouw grootste wens is ooit burgemeester van Leiden worden. Welke wandelgang heb je dat goed? Ja, die. Daar, die wandelgang. Klopt dat? Is dat jouw grootste wens? Dat zou ik wel ooit heel erg leuk vinden. Ja. Ah. Ja. Maar ja, of dat lukt, dat weet ik niet natuurlijk. Maar dat is dus een droom. Ja, daar heb ik wel eens over gedroomd. Sst. Maar wanneer komt die vacature vrij dan? Over 4 jaar? Ik zou er heel blij mee zijn als hij dat ooit zou worden. Ja. Maar ik zou nog wel willen vragen om nog even te wachten. U wilt nog even doen? Ik wou nog even blijven. Maar we hebben nog niet de gekozen burgemeester, maar ik denk dat hij dan wel kans zou maken. Geen gezeik, stem strijk. Ja. Ja, de slogan is al zo gemaakt natuurlijk. Dat is niet zo moeilijk. Ja. We zijn natuurlijk altijd in te huren voor campagneadviezen. Ja. Oh, dat is goed om te weten. Ja. Ja, leuk. Ja. Het is denk ik goed om heel even te vertellen dat niet Gijs Holla, maar dat jij de lijsttrekker bent. Was daar dan twijfel over? Dat kan toch niet bestaan? Nee, maar Gijs was zoveel in het vlog. Over wie hebben jullie? Gijs Holla. Maar je bent nu al bezig? Ja. Ja, nee, maar ik ben de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Ja, belangrijk. Ja, hartstikke belangrijk. Leidschauvinisme. Ja, ik heb het gelezen. Potjandori. Leidschauvinisme? Ja, dat bestaat. Ja. Nou, dat kan ik best begrijpen. Ja. Wil je nou een vlag van Leiden in deze mooie raadzaal hebben? Zijn we die raadzaal even goed in beeld? Ja. Zie jij hem al dan? Nee, wil je hem hebben? Nou, of sleutels? Of sleutels, toch mooi. Een beetje dat Leidse trots. We zijn toch allemaal trots op die stad? Dan moet je dat ook in de raadzaal laten zien. Ja. Ik ga zeggen, er moet een pannenhutspot in de raadzaal staan. Altijd te dampen. Weet je? Of een broodje haring. Ik zou dan toch meer voor de sleutels dan voor de vlag. Maar jij bent dus lijsttrekker. En Joost heeft in Den Haag even gevraagd aan de landelijke politici, wat moet je nou doen? Ja, maar die hebben wel dan voorheen in de lokale politiek gezeten. Ja, nou, oké. Okay. Ze hebben wel kennis van zaken. Dus we hebben tips hier. En dan moet ik van jou weten hoe goed de tips zijn. Lisa Westerveld die heeft in Nijmegen in de raad gezeten. En Leendert de Lange van de VVD, die heeft ook hier in de raad gezeten. En wethouder in Noordwijk was er naar. Dus het is een echte cracks. Okay. Ja. Wat het allerbelangrijkste is dat je zelf gewoon laat zien dat je goed beleid voert. Ja, zo, goed beleid. Ja, Stichting Open Deur. Ik vind altijd dat je als lokale politicus voor je eigen verhaal moet gaan. Nou, ik ga meestal voor een ander verhaal. Weet je wel? Waarom zou ik CDA Zoeterwoude promoten? Nou ja, waarom niet Progressief Zoeterwoude of de VVD? 4 jaar lang campagne voeren. Er altijd zijn, bereikbaar zijn, het gesprek aan te gaan met de kiezer. Dit is wel een goede, toch? Ja, dat is wel een goede. Ik zie ook dat die hand in eigen boezem steekt. Dat geldt niet alleen voor de lokale, maar dat lijkt me ook voor de landelijke politici zo. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je laat zien dat je een leuke club bent. Zijn jullie een beetje een leuke club? Wij zijn een enorm leuke club. Het partijprogramma van de VVD hadden we hele mooie, wat bijna poëtische zinnetjes gevonden. En die staan er bij jullie ook in. Iedereen heeft gelijke kansen, ongeacht geloof,
opleiding, huidskleur, afkomst, inkomen of geaardheid. Ja, mooi hè? Ja. We zijn zo enthousiast over onze stad, daar worden we blijkbaar heel erg poëtisch van. Iedereen is Leidenaar en iedereen voelt zich thuis in Leiden. Ook vluchtelingen. Ja, 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 ja. En onze Joost hier, deze, die heeft wel een goed inzicht in die politiek in ieder geval. Want jij zei een paar weken geleden al, als je met dat flyerverbod gaat komen, dat gaat in tegen de vrijheid van meningsuiting. Meneer Zevenbergen, volgens mij is er een klein beetje een verwarring ontstaan rondom die APV over het flyeren. In Leiden is er gezegd, jullie mogen niet flyeren. Nee, in Leiden wilden in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, zetten. We willen geen mensen meer die voor commerciële doeleinden flyeren. Er was een uitzondering, is daarop, voor politieke partijen en de gemeente zelf. En zei de VVD. Wij vinden het namelijk nogal hypocriet om in de APV te zeggen, gij zult geen krant uitdelen, maar gij zult wel een flyer uitdelen van een politieke partij. Nou, die VVD Leiden, dat zijn we, dat is mijn stelletje. Ik denk dat ze bedoelt dat goed, hè? Ik denk dat Frederik dit heel goed gaat oplossen. Ja, nee, Frederik kennende gaat hij dit perfect oplossen. Hij wilde de hypocrisie aan de kaak stellen en dat snap ik wel. Maar laat het ook even recht zetten. VVD, niks tegen de grondwet in. Nee, zeker niet. En wij hebben ook niks tegen flyeren. We hebben niks tegen flyeren. Nee, absoluut niet. Maar we vinden het wel raar dat je zegt, als politiek mag het wel. En als verkoper van Van der Brom mag het niet. Je mag het afsluiten. Mag ik het afsluiten? Ja, ja. Succes met de verkiezingen. Allereerst. En maken wat van. Het is wel goed dat de Partij voor de Dieren niet meedoet met al die koeien bij jullie. Want dat zou echt landslide kunnen worden. Nee, dat weet ik niet. Nee? Dat weet ik niet of dat zo is. Onze agrariërs zorgen heel goed voor hun vee. En ik weet niet of de Partij van de Dieren daar dan in Zoeterwoude zoveel stemmen zou trekken. Dat weet ik niet. Ja. Maar die doen niet mee. Nee. Voordat hij eruit klapt, zeg even make local great again. Make local great again. Make local great again. Ta-da-da-da. Het allerbeste nieuws dat het vlog ooit gehad heeft. Margreet van Wijk, u bent... Ja, in verwachting. Huh? In verwachting? Ja. Oh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, spannend hoor. Ja. Hoe lang ben je al in verwachting? Dik 10 weken. Nou, laten we... Ik doe een dansje voor iedereen die baby's baart, zodat ik ze niet zo. En er nog eentje. Allemaal voor Margreet. Nee.